Hallo en welkom allemaal op deze webinar over hoe geef ik mijn kalf de beste start in warme periodes. Ik ben Ingrid van Ginkel, werkzaam bij Friesland Campina en commercieel verantwoordelijk voor Kalverlak Nederland. Voordat we echt gaan beginnen, even iets huishoudelijks. Het ging net niet helemaal goed met de muziek, hoorde ik, maar gelukkig gaan we nu alleen nog maar spreken. We zitten hier op het platform van Zoom en we willen dit webinar zo interactief mogelijk houden. Daarom nodigen we u uit om uw vragen te stellen in de vraag- en antwoordbox. Laurie, als we de volgende slide mogen. Boven in beeld of onderaan uw scherm zit u een zwarte balk met daarin een aantal pictogrammen. Met dit pictogram, met de Q&A, kunt u een vraag stellen via de vraag- en antwoordbox. We zullen deze vragen proberen te beantwoorden na de presentaties of bij het onderdeel vraag en antwoord. Mochten we misschien door tijdgebrek er toch niet aan toe komen, dan komen we er later bij u op terug via de mail. Ook kunnen er tijdens dit webinar polvragen in beeld komen. Dan kunt u gewoon het antwoord kiezen dat van u van toepassing is en daarna zullen de resultaten ook in beeld komen. Als u dan op close klikt, gaat het vanzelf weer weg. Nogmaals, welkom. Een webinar over hoe een kalf de beste start te geven tijdens warme periodes. Een onderwerp natuurlijk heel erg toepasselijk met deze temperaturen. Niet alle kalveren zweten van het groeien momenteel. En groeien van zweten, dat doen ze al helemaal niet. Er komt binnenkort bij veel boeren een kalverpiek aan. Samen met de hoge temperaturen kan dat voor behoorlijk wat druk zorgen op het bedrijf. En in dit webinar willen we jullie een aantal praktische en bovenal effectieve tips en adviezen geven wat de druk bij de jonge kalfjes wat kan verlichten. De webinar zal bestaan uit 4 onderdelen. Een goede start voor het kalf begint natuurlijk bij een goede droogstand van de koe. En daarom beginnen wij ook met de invloed van de hitte tijdens de droogstand op de koe en het kalfje. Daarna zullen we ingaan op biesverstrekken. Natuurlijk, we weten dat dit belangrijk is, maar wat als de biest van niet zo'n hoge kwaliteit is? Of je hebt te weinig, wat doe je dan? Na de biestsessie gaan we echt naar het kalfje. Eerste hulp bij hitte. We zullen afsluiten met een vragensessie. Nogmaals, vragen kunt u stellen via de Q&A-chat die u vindt als u het vraag- en antwoordwolkje aanklikt. Ik ga zo het woord geven aan Henk. Henk is al 23 jaar werkzaam bij Agrifirm en haar voorgangers op het gebied van rundveevoeding en management. Hij is veel betrokken geweest bij praktijkonderzoek en het ontwikkelen van concepten. Sinds 1 jaar is hij specialist in het eerste transitieteam van Nederland. En we zijn blij dat hij vandaag zijn kennis komt delen. Henk, aan jou het woord. Dankjewel, Ingrid, voor je intro. Nou, iedereen van harte welkom, in ieder geval op deze webinar. Zoals aangekondigd, start ik met het gedeelte over hittestress en droogstand. We mogen door naar de volgende sheets voor Laurie die we zien. Dankjewel ook Laurie, achter de schermen ook belangrijk. Nou, de agenda. We starten zo meteen droogstand en de relatie met biest. Dan hittestress en de gevolgen. En afsluitend met een aantal tips. Nou, toch even nog een korte voorstelling. Als gemeld al door Ingrid is het transitieteam van Agrifirm het eerste team in Nederland wat opereert om kennis over te dragen. Een mix van heel veel ervaring op gebied van voeding, vruchtbaarheid en zeker ook diergeneeskunde. Als Agrifirm vinden wij droogstand heel erg belangrijk en vandaar dat we dus ook daar een team voor specialisten hebben gevormd. De volgende sheet. Nou, wat is het doel van de droogstand? Nou, het eerste doel is natuurlijk een ideale opstart voor de volgende lactatie. Maar ook zeker voor het kalf. De groei van het kalf begint eigenlijk ook al in die fase. Nou, je gebruikt de droogstand ook voor herstel van uierweefsel. Al dan niet als het op mastitis is gerelateerd. De voorbereiding van de koe en op de pens op een ander rantsoen. Nou, je wilt ook voorkomen dat er afkalfziekten zich voordoen. En natuurlijk, het gaat over een levend en gezond kalf. Nou goed, en daar ook begint de basis van een goede, vruchtbare lactatie.
Nou, dat zijn een aantal vertrekpunten vanuit de droogstand. Maar dan de vraag, hè, hoe weet ik hoe de transitie gaat? Nou, en dat is uiteindelijk waar we als AGFM het Dry-to-Fit programma hebben opgesteld met een 7-stappenplan. En eigenlijk het belangrijkste daarbij is met name de monitoring. Hoe verloopt op dit moment de droogstand bij u op het bedrijf? De vraag die er ook bij hoort is, wat wilt u bereiken? Wilt u een koe zonder zichtbare ziekte? Of een koe zonder onzichtbare ziekte? Ik kom er zo meteen nog op terug. Waarom dat stappenplan? Omdat je vanuit de monitoring eerst moet kijken, waar speelt zich het probleem? Hoe verloopt de transitie op dit moment bij u op het bedrijf? Hoe zijn het aantal ziektegevallen? Hoe is bijvoorbeeld de biest, hoeveelheid en de kwaliteit? Je kunt vanuit de NPR heel veel zaken herleiden. Daar staan ook een heel aantal cijfers op die wijzen of die het kunnen duiden op bepaalde problemen. Maar je kunt ook metingen doen. Ketosemeting bijvoorbeeld bij individuele koeien of andere zaken die in ieder geval op bedrijf gemonitord worden. Nou, vanuit die monitoring gaan we dan kijken naar een bedrijfsspecifieke aanpak. Kijk, de bedrijfssituatie is zoals die is bij uw bedrijf, maar gewoon samen met u als ondernemer kijken waar, op welke punten kunnen de verbeterstappen gemaakt worden. Is het droogstandmanagement? Is het op rantsoen? Is het op huisvesting? Comfort? Noem maar op. Mag ik door naar de volgende sheet, Laurie? Nou, ik refereerde juist ook al aan het zichtbare of het onzichtbare ziekte op uw bedrijf. Nou, waar gaat het om? Nou, kijk, de zichtbare gevallen, dat is wel duidelijk. Hè? Koeien die dus bijvoorbeeld plat gaan of een nageboorte blijven staan, nou, die moeten worden geholpen, daar moet actie op ondernomen worden. Maar als u één of meerdere koeien hebt, of één of twee koeien, of een enkele koe heeft, die zichtbaar problemen vertoont, zijn er ook 4 tot 5 die het onzichtbare, dus het subklinische beeld ervan hebben. Nou, en dat is ook wel belangrijk om dat soort koeien ook helder te hebben, maar ook om daar gericht, een gerichte monitoring en met een gericht advies, die zaken dus helder te hebben. Want ook die dieren zorgen ook voor heel veel werk, maar ook economische schade en problemen die later of in het begin van de lactatie aan het licht komen. De volgende sheet mag weer. Nou, die gevolgen van die subklinische ziekte die zijn al lang bekend. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Maar ik noem hier even slechts een aantal voorbeelden. De gevolgen van een te grote negatieve energiebalans, ontstaan van ketose bijvoorbeeld. Nou, wat heeft dat als gevolg? Witte bloedcellen gaan minder goed functioneren. Je ziet ook richting vruchtbaarheid dat die eicelkwaliteit daardoor minder wordt. Dus het weer opnieuw drachtig krijgen van de koe wordt daardoor een stuk lastiger. Daarbij is ook dat er ook een aanzienlijke grotere kans is op baarmoederontsteking. Nou, de gevolgen van de subklinische melkziekte of kalfziekte, het calciumtekort. Nou, we weten met z'n allen dat een verminderde spiercontractie geeft. Nou goed, als je weet dat de pens ook een hele grote spier is, dan heeft het ook direct invloed op bijvoorbeeld de voeropname, maar ook op het functioneren van die pens. Meer kans op ledmagen. Nou, je weet ook, het tepelkanaal, daar zit ook een sluitspier in. Nou, als die minder goed wordt gesloten, krijgen ook bacteriën van buitenaf af meer kans om binnen te dringen. En als daarbij ook de weerstand ook verminderd is, nou goed, dan heb je dus twee dingen bij elkaar die je niet wilt hebben. Nou, die verminderwerking van die witte bloedcellen komt daarbij ook uit voort. En ook wel heel erg cruciaal, en dat weten we eigenlijk al heel lang, dat 8 keer een grotere kans is op mastitis. En dat is ook wel aanzienlijk. Dus ook bij die subklinische gevallen heel, heel erg belangrijk. Om die helder te hebben. Nou, dat was even de korte aftrap. De volgende sheet is een poll. Dus waar je zo meteen ook een stemming op kunt doen. Nou, en de vraag daarbij is, welke maatregel heeft u getroffen voor de komende zomerperiode? Is dat A, geen? B, alleen extra ventilatie? Is dat C, ik heb diverse voorzorgsmaatregelen getroffen?
En D, ik heb geen melkveebedrijf. U kunt stemmen in deze poll, zoals aangegeven door Ingrid, en bevestigen. En dan krijgen we zo meteen een overzicht van de uitslagen. Kijk, daar is hij al. Nou, kijk eens aan. Heel mooi om te zien dat er in ieder geval van de stemmers in ieder geval niemand is die er niks doet. Dus dat is al een hele goede. Alleen extra ventilatie 30%. 48%, ik heb diverse voorzorgsmaatregelen getroffen. Nou, dan kijk eens, 22% zijn dan toehoorders zonder bedrijf. Maar goed, als ik kijk naar de uitslag, dan ben ik daar toch heel tevreden mee dat men ervan bewust is dat je zeker met deze warme periode toch zeker extra maatregelen moet nemen, ook voor je droogstaande koeien. Dank in ieder geval voor het deelnemen en het stemmen aan deze poll. Ja, en dan even naar de warmte. Dus even uitvergroot, hè. Waar staan we nu? Nou, als je kijkt links op het plaatje, dat is eigenlijk de landkaart van Nederland, waarbij over een langdurig gemiddelde van 81 tot 2010 het aantal dagen met een maximumtemperatuur van 25 graden of hoger in beeld zijn gebracht. Nou, logischerwijs is dat in Zuid-Nederland de temperatuur het hoogste oploopt, maar je ziet daarbij dat we dus wel regelmatig temperaturen van over de 30 graden behalen. Nou, is voor die hittegevoeligheidstest, de THI noemen ze die, dus vrij vertaald is een temperatuur luchtvochtigheidsindex. Nou, die combineert, het getal dat geeft in ieder geval een optelsom van temperatuur en relatief luchtvochtigheid. En daarbij een getal waarbij op enig moment ook voor koeien al een drempelwaarde is van hittestress. Nou, als je op het rechterplaatje kijkt, dan is dat uitgezet in een schema. Dus aan de linker en de verticale lijn is de temperatuur en horizontaal ziet u de relatieve luchtvochtigheid. Als u dan aan de rechterzijde kijkt, dat zijn ook cijfers opgesteld door de University of Arizona, maar op de rechterzijde ziet u de Nederlandse situatie afgebakend. Nou, en we hadden vandaag, tenminste hier in het zuiden, al een temperatuur die richting de 29 graden ging. Nou, als je dan even kijkt bij een relatieve luchtvochtigheid, even uitgaande van 70-75%, nou, dan zitten we dus al op de grens van lichte tot matige hittestress. Dus dat betekent al dat je dus al de nodige voorzorgsmaatregelen moet nemen om in ieder geval de toestand rondom een koe of een hoogdrachtige koe, om die al goed voor elkaar te hebben. Dus dit even als aftrap om toch helder te hebben waar spreken we over. De volgende sheet. Nou, hittestress. Hè. Je kunt een aantal dingen aan de koeien natuurlijk al zien. Zoals op het plaatje eigenlijk links aangegeven. Dat is zeg maar, eigenlijk de ademhaling die gaat omhoog. Je ziet ook onder op de horizontale lijn de THI. Die ze juist ook in het schema zagen. En op de verticale lijn, daar zien we dus al de ademhaling. Die loopt dus, naarmate ook die THI oploopt, loopt ook die ademhaling fors op. De tweede lijn laat de lichaamstemperatuur zien. Wederom op de horizontale lijn onderin de THI-index en op de verticale de temperatuur. De lichaamstemperatuur. En je ziet dat uiteindelijk ook van de normale 38,5 die temperatuur ook al richting de 40 graden kan oplopen. Nou, wat zien we dus nog meer aan de koeien? Nou, naarmate dat die hittestress toeneemt, zie je ook dat de ademhalingsfrequentie die gaat fors omhoog. Dieren gaan duidelijk meer transpireren, tot bijna 60%. Maar goed, het gebeurt er dus ook, die voeropname die gaat fors omlaag. Ja, dat moeten we met z'n allen goed helder hebben dat tot 22% terugloopt. Wat ga je dus daaraan doen om dat te compenseren? Nou, die temperatuur loopt op, dat hebben ze juist ook in dat schema gezien. Nou, de metabole warmteproductie, dat is eigenlijk zeg, de warmteproductie die komt van de stofwisseling, die gaat die koe zelf reguleren. Door een lagere voeropname is er minder verbranding, komt er minder energie vrij. En uiteindelijk probeert die koe op die manier haar lichaamstemperatuur wat beter in balans te houden. Maar alles bij elkaar opgeteld heeft het ook consequenties voor de productie. Uiteindelijk gaat er meer energie naar het compenseren van de lichaamstemperatuur en de warmte kwijt te raken. En dat gaat dus niet richting productie.
Nou, die daalt dus daardoor ook met een 15%. Dan mogen we door naar de volgende sheet. Nou, dit even als aftrap, maar wat heeft dat dan uiteindelijk ook voor de periode van droogstand te maken? Maar, in de droogstand heeft dit ook schadelijke gevolgen. En we hebben hier een aantal zaken onder elkaar gezet. Daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Een lager melk heeft dus juist al genoemd, maar ook in de volgende lactatie werkt dat vaak nog door. Wat onderzoek ook aangeeft, is dat er minder melkklierweefsel wordt aangemaakt. En het heeft ook een negatieve invloed op de werking van de lever. Nou, de lever is eigenlijk de opschoning van het hele lichaam. Nou, die heeft een hele belangrijke functie. Nou, en ook die immuunfunctie in een transitieperiode die raakt ook verstoord. Straks ook al aan gerefereerd dat die afname van die witte bloedcellen, dat geeft ook meer kans op het nageboorte staan, meer kans op mastitis. En uiteindelijk naast de schade heeft dat ook een hele zware aanslag op de koe zelf. Nou, en dan is uiteindelijk ook de bieskwaliteit. Een hele belangrijke voor het doorgeven aan het kalf, maar ook de kwaliteit ervan, die neemt af omdat die voeropname terugloopt. Dus ook de koe krijgt minder energie binnen. Je hebt een afname van de bloedtoevoer naar richting het uier. Dat heeft met te maken omdat die koe er warmte probeert te reguleren en meer naar zeg maar, de lichaamsfunctie stuurt als naar het andere proces. En je krijgt ook minder overdracht richting het kalf vanuit de placenta. Nou, wat we ook vooral zien is dat biest van fase met hittestress bevatte duidelijk minder immunoglobine. Nou, waar het in ieder geval om gaat, is en ook daar aandacht voor, is dat kalveren, en dat is hier ook het onderzoek naar voren gekomen, is dat kalveren uit koeien die in droogstand hittestress ervoeren, dat daar in ieder geval ook al de kalver daaruit een lagere voeropname hebben. Dus dat is eigenlijk in de schema's aangegeven, de bovenste lijn linksboven, dat is van de dieren die dus geen hittestress hebben meegemaakt ten opzichte van een groep die het wel heeft meegemaakt. Nou, het verschil is te zien in droge stofopname, een lagere hematocrietwaarde. Hematocriet is bloedarmoede, dus als daar een te laag aan is, dat is natuurlijk ook niet goed. En je hebt een lagere daggroei. We kunnen door naar de volgende. Het houdt er zelfs niet bij op. Zelfs kleindochters die geven minder en worden sneller afgevoerd. Het is een onderzoek van 2020, dus een vrij recent onderzoek, waarbij twee schema's zijn aangegeven. De linkse is eigenlijk van de dochters en de rechtse van de kleindochters. De blauwe lijn is van dieren die dus geen hittestress hebben meegemaakt ten opzichte van de rode lijn die het wel hebben meegemaakt. En dan is het aantal lactaties en de tijdsduur. En je ziet de blauwe lijn zich duidelijk aftekenen ten opzichte van de rode lijn. Dus dat is zeer de moeite waard. Het werkt ook nog zeer lang door. Mag ik door naar de volgende? Nou, ventilatie. Zo met deze dagen. Dit is wel een heel mooi voorbeeld, maar dat is met deze dagen absoluut geen overbodige luxe. De volgende mag ook door. Nou, en vers water. Dat is op dit moment heel, heel erg belangrijk. Zorg dat de bakken iedere dag schoon en gevuld met helder drinkwater. Ook goed toegankelijk. Want de drinkwaterbehoefte is niet alleen voor onszelf, maar ook zeker voor de dieren. Die neemt gewoon fors toe. We mogen naar de volgende. En vers voer. Zorg dat je iedere dag vers voer voor de koeien hebt liggen. Dat die voeropname op peil blijft. Maar ook de voldoende voer. Dat koeien op koelere momenten van de dag of in de nacht zich kunnen compenseren met de opname. En dan gaan we door naar de tips. Nou, tip voor een betere bieskwaliteit. Huisvesting en management. Houd de droogstandslengte in acht. Minimaal 42 dagen. Houd er rekening mee dat tijdens hitte de koeien eerder gaan afkalven. Ook de huisvesting. Iedere koe moet minimaal een vreed- en lichtplaats hebben. Watervoorziening is juist aangegeven. Extra ventilatie. Zorg dat de klauwgezondheid op orde is. Want de koe die niet goed mobiel is, kan ook geen goed voer opnemen en kan ook niet presteren. Tijdig strohokken uitmesten. Dikke lage mest geven toch veel warmteproductie. Nou, die kan niet samen met met hoge omgevingstemperatuur. En ook vanuit je stalmest ontstaan ammoniakdampen. Dat wil je gewoon niet hebben. Nou, de tijd tussen afkalven en melken. Nou, die moet in ieder geval zo spoedig mogelijk
Want ieder uur later daalt het IgG met 3%. Dus die kwaliteit van die biest komt Ger zo meteen nog op terug. Voorkom stress, verhuizen beperken, contact houden met de koppel. En vaar ze 2 maanden voor afkalf bij droge koeien. Identificeer de risicokoeien. Conditie ruimer als 3,5. Tweelingdracht, als je het weet. En een tussenkalftijd groter als 430 dagen vanwege inwendige vervetting. En kreupel. Dat zijn toch wel heel belangrijke punten. En met alles, zeker ook, hè, wil je of heb je de zaak nog niet en je wilt meer preventie, stem ook een plan af met je dierenarts, dat je goed voorbereid bent, zeker in deze warmteperiode. Nou, de laatste sheet over de voeding. Nou, die voeropnamepeil is al meerdere keren aangehaald. Selectie voorkomen. En smakelijkheid en lengte deelde is afgestemd op het totale rantsoen. Zorg ervoor dat ook iedere hap over de 24 uur gelijk kan zijn. En dat geen selectie gaat aan kan plaatsvinden. Want daar krijg je dus ook heel veel diversiteit door. Stro bij voorkeur gehamerd of gehakseld. Nou, uitgebalanceerd rantsoen op eiwit en energie. Vergeet zeker vitamine E, D en selen niet. Voldoende koolhydraten om ook de penswerking op peil te houden, maar zeker ook voor de kwaliteit en het volume van de biest. En een laag kationen, anionen en kali om kalfziekte te voorkomen. Nou, Ineke, ik heb er een beetje tempo in gehouden. We zijn bij het laatste. Ja. Als er nog vragen zijn, dan... Henk, akkoord. Super bedankt. Ik hoor je heel graag spreken, hoor. Dus dank je wel voor je verhaal. Prima. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zelf altijd onder de indruk wat hitte toch doet bij een koe. Hè? Maar zeker ook uiteindelijk bij het kalfje en zelfs de generatie daarna nog. En uiteindelijk weten we het wel en klinkt het ook wel simpel. Maar ventileren, vers water en vers voer maken dus echt een heel groot verschil voor de droogstand. Dus hartelijk bedankt voor je verhaal, Henk. Graag gedaan. Ik heb op dit moment nog geen vraag voor je, dus die zal ongetwijfeld nog komen. Dus dan wachten we heel even tot het einde van alle presentaties. En dan geef ik zo het woord aan Ger. Ger is al 44 jaar werkzaam bij Nutrifeed en hij weet eigenlijk alles wat er te weten valt over jongvee. Ger gaat jullie meenemen in het biest verstrekken. Ger, het is aan jou. Ja, dankjewel Ingrid. Volgende slide mag komen, Laurie. Ja. Nou, hittestress natuurlijk kennen we bij koeien, maar het heeft ook zijn weerslag bij kalveren. Een soortgelijke verschijnselen. De vraag die we dan moeten stellen, hoe is de weerstand bij het kalf dan te beïnvloeden? En dan kom ik toch op het biestverhaal. De manier om kalf weerstand mee te geven is biest. We weten dat het via de overdracht van antistoffen in de drachtperiode niet plaatsvindt. Kalf wordt dus eigenlijk zonder bescherming geboren. Een bies is daarom de bron van antistoffen. En niet alleen antistoffen, het bevat ook IgG, hè, zoals wij dat zeggen. Het bevat ook energie, maar bevat ook groeihormonen. En dat is wel wezenlijk van belang om de kalf een hele goede start te geven. Verder hebben we natuurlijk tegenwoordig de 6 V'tjes. Hè. Veel, vlug, vaak, vers, voldoende kwaliteit en verrijkt. En verrijkt wil zeggen, je kunt de biestkwaliteit als nodig is opwaarderen. Dat kun je doen als je de kwaliteit ook meet. En daar komen we later op. Dan heb je ook inzicht in waar je staat. Verder is ook natuurlijk belangrijk, als we weten dat we een slechte start hebben, dat we dat nadien eigenlijk nooit meer kunnen goedmaken. Die achterstand staat er en die haal je nadien niet meer in. Nou... Belangrijk is natuurlijk dat je daar kijkt naar de biestkwaliteit, hoeveelheid. Maar een van de belangrijkste thema's, denk ik, is de snelheid van verstrekken. Dat wordt hier redelijk goed weergegeven. Die darmen sluiten zich binnen 24 uur helemaal. Dus de immunoglobuline kunnen dan niet meer via die darmwand in het bloed terechtkomen. Dus hoe sneller je hierbij bent, hoe groter de opnamecapaciteit is. En hier staat een voorbeeldje van 24 uur. Maar na 6 uur is de opnamecapaciteit van IgG in het bloed al voor meer dan 50% gereduceerd. Dus nogmaals, de snelheid van biesverstrekken is een van de belangrijkste voorwaarden om die maximale bescherming mee te geven aan de kalf. Ja.
Nou, wat heeft dan de invloed hè, op een goede start of een slechtere, of het effect van de biesvoorziening? Bij een hele goede biesvoorziening geef je heel veel passieve immuniteit mee. En dat betekent dat als je dan dat gele blokje kijkt, die dip zo klein mogelijk houdt. En dat is ook de risicoperiode. Dat de kalf tussen de passieve en actieve periode in zit. Belangrijk om dat zo klein mogelijk te houden. En de grens van voldoende immuniteit, ofwel de infectiedrukwaarde, die is de gele lijn. En die kun je natuurlijk ook beïnvloeden door hygiënisch te werken en de omgeving goed in orde te hebben. De volgende slide, Laurie, als je mag. Nou, dit is dan de uiting als je de biesvoorziening niet goed op orde hebt. Dat betekent gewoon dat die dip die we hier zien, dat gele, maar dan komt het rode vlakje erbij. Dat betekent gewoon dat je een hele hoop meer narigheid kunt aandoen bij de kalven. Ten tweede, de periode duurt veel langer. En ten derde, de periode begint ook veel eerder met allerlei ongemakken. En dat geeft dus ook weer dus dat die biesvoorziening optimaal moet zijn om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Want hoe groter die dip is, hoe meer toegang dat geeft voor allerlei pathogenen, zeg maar, die we niet wensen op de boerderij. Ja. Nou, dan hebben we een vraagje. Hè. Wordt de bieskwaliteit op jullie bedrijf gemeten? Ja, altijd. Heel af en toe. Nee, nooit. Of ik heb geen melkvee. Dan wordt het een ander verhaal. Kijk eens of jullie dat kunnen invullen, eer en geweten. En dan hoop ik dat we straks een hele positieve uitslag zien. Ik ben benieuwd, want er zijn meerdere methodes om dat te doen. Oké. Nou, het verheugt me. Hè. Ja, altijd, maar liefst 46%. Dat is heel goed. Heel af en toe is 30%, nooit 3. Dat zijn jammer. En een enkele zonder melkveebedrijf die meet natuurlijk ook geen bies. Nou, dit is natuurlijk wel belangrijk. Als je bies meet, dan weet je wel waar je staat, zeg ik altijd. Enerzijds geeft dat aan de bieskwaliteit en zeg maar de weerstand die je meegeeft aan de kalf. En ten tweede, de uitslag van die biest, de briks, die geeft ook aan hoe het met de droogstand rondzoen is gesteld. En dan kun je eventueel kijken of daar noodzakelijkerwijs aanpassing behoeft. Want dan kun je met de adviseur heel goed doornemen. Nou, wat is dan belangrijk in de algemeenheid met de biesmanagement? Melk de koe zo snel mogelijk uit. Ja, dat heeft te maken met de hoogste concentratie. Hoe langer we wachten, hoe meer melk erbij komt. Dat gaf Hengel aan met die 3% minder. Des te geconcentreerder is de bies en des te meer weerstand geef je mee aan de kalf. Dus hij zal binnen 2 uur de koe uitmelken. Vang de bies hygiënisch op. Denk je aan melken in de robot of een tank of een snelmelker of een emmer. Zorg dat je echt hygiënisch werkt. Want als ze eenmaal kiemen inzetten, die vermeerderen zich hoog. Zeker met deze temperaturen. Elke uur of elke 20 minuten verdubbelen die zich. Dus willen we niet hebben. Want dan gaan we hele verkeerde voedingssupplementen aan de kalf verstrekken. Minimale 3,7 liter. Uitgaande van een brix van 23. Heb je een hoge brix, dan kan het minder volstaan. Maar dat kom ik daar ook even op terug. Dat is gerelateerd aan een 250 IgG per 40 kilogram lichaamsgewicht per kalf. Dat is dan de ideale hoeveelheid om die maximale bescherming mee te geven. Nou, binnen 2 uur na geboorte, dan is het zuigreflex bij het kalf het sterkst. De biest is dan vaak ook nog op een redelijk goede temperatuur. En opname in de darm is optimaal dan nog. Dus op die manier krijg je zo snel mogelijk de juiste hoeveelheid biest erin. En we hebben ook gezien in onderzoeken, als je die bies binnen 2 uur aanbiedt, of het nou via emmer of speenemmer is, dan zien we dat ongeveer 68% van de kalver spontaan die hoeveelheid ook uitdrinkt. Naarmate je langer wacht, zie je vaak dat het zuigreflex wat afneemt. De biest wordt vaak, koelt wat af, wordt niet altijd opgewarmd. En dan is de gretigheid van de kalf ook minder. Dus dan wordt het steeds moeilijker om diezelfde hoeveelheid biest erin te krijgen. Totaal liefst tussen 6 en 8 liter binnen 24 uur bies verstrekken. Van de eerste en anders van de tweede melking. Nee, gewoon sheet graag. Ja. Nou, hoe doe je dat meten? Er zijn 3 methodes. De meeste zijn jullie bekend. Hè? De oude dompelaar. Daar staat de kleurgrafiek van in. Rechts heb je de refractometer, waar we in het verleden al wat acties mee hebben gedaan. Om inderdaad iedereen
een meter te krijgen en ook inzicht te geven in waar de bieskwaliteit staat op jullie bedrijf. En links heb je nog een digitale die het nog sneller leest. De linkse en de rechtse zijn allebei temperatuurs onafhankelijk. Dus die kun je heel makkelijk uitlezen en hoef je niet te wachten. Dat is bij de dompelaar iets anders, met die meer droge stof. En dan moet je de temperatuur van de biest wel ongeveer 18 à 22 graden hebben. Dan meet je nog steeds nauwkeurig, maar dat is een beetje onpraktisch. Nou, wat zien we dan in die bieskaart? Aan de linkerkant heb je de BRICS-waarden, die zijn daar weergegeven. In de gekleurde kolom staan de IgG's per liter. En aan rechts, de derde kolom, staat hoeveel liter zou je dan moeten verstrekken van die kwaliteit biest om te komen aan die 250 IgG per 40 kilogram lichaamsgewicht. En daarna staat er nog eventueel bij twijfelgevallen, hè, dus tussen de 20 en de 23 kun je de biest eventueel opwaarderen. En daar kom ik straks ook nog even terug, daar heb je gevriesdroogde biest voor. En daar kun je extra IgG toevoegen aan je eerste biest. Ja. Nou, een onderzoekje laat ook zien dat voldoende biesverstrekken zeker zijn voordelen heeft. Het verschil tussen de 2 of 4 liter is hier uitgebeeld. We zagen een sterke daling in gezondheidsproblemen en een hogere melkproductie door voeren van meer biest. Nou, het N-getal is het aantal dieren wat in het onderzoek hebben meegedaan. 2 liter of 4 liter. Gezondheidsproblemen, 8 of 5, dus aanmerkelijk minder. Dierenartskosten, 25 of 15. Dan staat hier nog wel in dollartekens, maar vertaal het maar naar euro's, dan is het 20 tegen 10, denk ik ongeveer, grofweg. Groei per dag tot en met speendatum is 800 gram of 1000 gram. Melkproductie duidelijk ook hoger in de tweede lactatie. En ook de aanwezigheid van het aantal dieren, die de populatie koeien op je bedrijf aanwezig zijn, die zijn aanmerkelijk hoger. Dus de dieren gaan ook langer mee. En dat is alleen maar heel gunstig, want we streven naar gezonde beesten, maar we proberen ook te streven naar zo'n hoogst mogelijke levensproductie. En dat is duidelijk een onderdeeltje ervan. Ja, de volgende sheet, Laurie, alsjeblieft. Ja, wat kunnen we doen in het belang van het kalf? Dat blijf ik noemen, biesmanagement op en top uitvoeren. Dat is echt heel belangrijk. In alle gevallen, maar zeker nu met die extra hitte. Nou, wat kunnen we verder doen? Biest opwaarderen. Eventueel uit de diepvries, eerste biest, wel correct opwarmen. Uit de diepvries natuurlijk, dat gaat even een tijdje overheen. Dan kunnen we helaas niet meer streven naar die binnen 2 uur. Maar als je niet anders hebt, dan is het de beste optie nog steeds. Ja, en correct opwarmen is natuurlijk ook heel belangrijk. Want daar heb je meerdere methodes voor. Dat gebeurt dan op bain-marie. We mogen niet boven die 60 graden uitkomen. Anders ga je de melkeiwitten beschadigen, verbranden. Dan heb je colo-correct en dan heb je colo-slim. Dat zijn een tweetal methodes, zeg maar, om biest op de geëikte manier, zeg maar, op te warmen. Dat is een zakken of een flessen, maar wel met de juiste temperatuur. Maar ook dan moet je nog steeds 15 tot 20 minuten geduld hebben, wil je die biest op de juiste temperatuur hebben. Colo correct aan de biest toevoegen. Nou, dat is gevriesdroogde runderbiest die wij toevoegen aan de biest. En dat betekent dat je gewoon extra IgG aan de biest toevoegt. Dat komt ongeveer met 1 liter biest van circa een BRICS van 23. Dus mocht je te weinig hebben, of een koe die helemaal geen biest hebt, kun je hier altijd mee helpen door of biest uit de diepvries. Als je er geen tijd hebt, kun je colo correct inzetten. Dan extra bescherming meegeven door biest na te verstrekken. Iedere dag 200 tot 250 cc, eerste biest toevoegen aan de melkpoeder. Dat heb ik vroeger geleerd, 40 jaar geleden denk ik. Maar het is toch weer heel actueel. Ook in Duitsland is er onderzoek naar gedaan. En met name om lokale darmniveau te verhogen en ook virale infecties, is biest na verstrekken zeker een heel kwadraat middel. Dat betekent wel dat je eerste biest 200 tot 250 cc één keer per dag moet toevoegen. En heb je voldoende, doe het 3, 4, 5, 6, 7 dagen. Wel heel belangrijk is natuurlijk dat die biest heel goed geconserveerd wordt. En dat is wel een issue. Hè? Vroeger was dat een probleem omdat het en niet gekoeld kon worden. En dat het veel arbeid bevatte. Ik weet, het is inderdaad veel arbeid. Echter, de resultaten zijn supergoed. En tegenwoordig hebben we allemaal een koelkast, dus we kunnen het heel snel in de koelkast zetten. En dan kun je er gewoon 3-4 dagen van verstrekken. Wil je langer bewaren, is het wijs om deze biest aan te zuren. Heel positief effect op pathogenen. Het is bewerkelijk, maar het heeft heel goed effect. Absoluut. Zorg voor optimale huisvesting. Hè. Schoon, droog
En stro, schaduw en zeker extra vocht. Nou, de effecten op hittestress bij kalveren. Hè? Effecten op hittestress, de dracht van de koe. Minder uierweefsel, toch ook. Ook niet alleen voor de koeien, maar ook voor de kalveren. Minder witte bloedlichaampjes. Dus dat betekent ook een lagere weerstand. Het effect op biest en de lagere kwaliteit, zoals Hengel aangaf, hè, minder opname van voer, dat zie je ook echt terug in de biestkwaliteit. En ook vaak minder biest. En dat kun je ook weer terugzien als je de biestkwaliteit opschrijft en je weet wat de BRICS-waarden zijn en ook de hoeveelheden. Hè, dat zagen we dus straks op die biestkaart, dan weet je waar je aan moet sleutelen. Is het te laag in IgG? Dan moet je echt met het voerantsoen, dus eiwit, gaan corrigeren. En de lage liters is vaak een kwestie van goed eens kijken naar het arcadnione-anione patroon. Wat we ook zien, koeien die dan hittestress hebben eerder afkalven. Hè, de invloed op gewicht en de conditie van kalf. En ook die kalveren hebben een lage groei in de drachtfase. En ook na die tijd zelfs. Nou, het effect op de kalf, minder goed in staat ook om de temperatuur zelf te reguleren, dat is ook heel duidelijk. Lagere opname door het kalf, cortisol is een stresshormoon. En wat doet dat? Dat doet de darmen sneller sluiten. En dat betekent dat de biestopname nog sneller sluit en dus nog minder is of lager. En dat is toch des te belangrijker dat je die biest zo snel mogelijk verstrekt. Daarna natuurlijk ook een lage groei, hè, in de opfokfase. En als je energie verstrekt, ben je dan toch zeker aan de melk te houden. Want ruwvoer zullen ze minder eten. En als ze dat doen, dan hebben ze daar, brengt dat meer energie vrij en dan krijg je het nog warmer. Dus zorg dat je voldoende melk in die periode blijft voeren, naast water. Ja, de volgende sheet. Dat mag. Nou, conclusie. Meten is weten, dat we het straks zeiden. Als je weet wat de BRICS-waardes zijn en je weet de liters, dan weet je in ieder geval waar je aan moet corrigeren mocht dat nodig zijn. Te laag IgG-gehalte is te weinig eiwit in de transfoen, zeg grofweg. En te weinig liters is het cadmium en anione balans. En ik weet zeker als je dat overlegt met uw adviseur, die kent de kuil, die weet hoe u voert, die weet beslist aan te geven waar je kunt corrigeren. Nou, hygiëne bij de biest binnen en omgeving. Hè. Denk ook inderdaad aan hygiëne door de apparatuur die je daarbij gebruikt en de emmers en dergelijke, dat het allemaal goed schoon is. Zeker bij deze temperaturen. Laat die biest niet een halve dag in de melkput staan. Dan weet je zeker dat de kiemcijfers gruwelijk oplopen. En dan voeren we de verkeerde producten. Vlug biest winnen en verstrekken. Ja, vlug winnen, daar gaan we te straks aan. Hè. Hoe langer je wacht, hoe meer melk geproduceerd wordt, hoe lager de concentratie van die biest wordt. En dan moet je steeds meer in de kalf stoppen. En dat gaat op een gegeven moment niet meer lukken. En dus zou mogen verstrekken, dat is weer die opnamecapaciteit. En zeker bij hittestress, hè, met het hormoon wat vrijkomt, wat die darmen nog sneller doet sluiten, dan is het de zaak om er heel snel bij te zijn. Ja, biest opwaarderen of naverstrekken. We hebben het net over gehad met die colocorrect. Sivriesdrode runderbiest, is vrij van allerlei ziekten. Kun je in ieder geval altijd toepassen. En naverstrekken, zoals ik straks zei, het heeft heel goed effect, maar het is wel bewerkelijk. En je moet die biest heel goed conserveren. Dat is wel een voorwaarde. Dat was grofweg mijn bijdrage wat biest betreft. Hartelijk bedankt, Ger. Je hebt helemaal gelijk, meten is weten. En hygiëne is natuurlijk altijd belangrijk, maar zeker ook bij dit weer. Zorg dat de kalveren niet meer vliegen dan biest binnenkrijgen natuurlijk inderdaad. Ger, ik heb nog een aantal vragen voor jou. Deze vraag als eerste, wat is de perfecte biesttemperatuur? Om het aan de kalf te verstrekken. Ja, dat is liefst rond de 35 à 37 graden, zou ik zeggen. Dankjewel. En wanneer kalveren niet direct binnen de eerste 2 uur biest krijgen verstrekt, merken jullie dan ook dat je onder de pinken en vaarzen veel zuigers krijgt, dat ze bij elkaar aan de spenen gaan zuigen? Dat is een moeilijke vraag, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan niet één op één zeggen dat dat zo is. We zien wel inderdaad, als je wat zuigers hebt, dan ga je kijken wat zijn de mogelijke oorzaken. En dan zie je vaak voeding en de concentratie van melk, hè, de energiedichtheid, is belangrijk omdat het heel veel invloed heeft op de slokdarm-sleufreflex.
Of dat komt door biest, als ze die te laat binnenkrijgen. Alleen, kan ik zo 1, 2, 3 niet met ja of nee beantwoorden. Want daar moet ik even schuldig blijven. Of dat 1-op-1 door te zetten is. Ja. Een goede biestvoorziening heeft ook daar wel zijn weerslag op. Ja. Oké, okay. Ja, dankjewel Ger. We kunnen het eventueel ook nog even nakijken inderdaad. Ja, ja. All right. Er zijn nog 2 vragen, maar die wilde ik even bewaren tot en met het einde van de presentaties. Want anders hebben we niet genoeg tijd voor Lieke. Ja. Ger, dankjewel. En dan gaan wij nu samen verder met het spannendste onderdeel van de avond. We gaan namelijk met Lieke Jansen op bezoek bij de familie van Heugd in Lierop. Lieke Jansen is jongveespecialist in Zuidoost-Nederland en zij is erg gedreven op het raakvlak tussen voeding en gezondheid. Maar ik moet eerlijk bekennen, het spannende aan dit onderdeel zit hem in de techniek. We zitten namelijk met zo'n 100 personen in deze livestream en we gaan nu een filmpje afspelen. Gelukkig is het de vorige webinars altijd goed gegaan, dus daar gaan we vanavond ook voor. Maar mocht het bij u thuis toch niet lukken, dan zetten we de link in de vraag- en antwoordbox, zodat u het filmpje ook via YouTube kunt bekijken. We starten het filmpje nu. Goedemiddag allemaal. Welkom bij het melkveebedrijf van Arjan van Heugden in Lierop, Brabant. Ik ben Lieke Jansen, jongveespecialist in Zuidoost-Nederland. En ik ga jullie vandaag meer vertellen over hittestress bij kalveren. Wat is hittestress? Hittestress is een samenwerking tussen buitentemperatuur en luchtvochtigheid, waarbij een kalf in stress raakt omdat hij meer energie kwijtraakt door zichzelf op temperatuur te houden dan wel door te koelen. Bij kalveren uitzicht dat in een verhoogde ademhalingsfrequentie en in extreme gevallen lichaamstemperatuurverhoging doordat ze de warmte niet kwijt kan. Wat een kalf verder doet bij hitte is proberen om zijn warmte zo min mogelijk zelf te maken. Bijvoorbeeld bij het herkauwen in de pens komt veel warmte vrij. Daardoor heeft een kalf wat bijna gespeend wordt meer last van hittestress dan een jong kalf wat net geboren is en nog aan de melkvoeding zit. Omdat het kalf minder warmte wil maken, zal hij minder gaan vreten. Daardoor komt er ook minder warmte vrij. Echter zorgt dat er ook voor dat het kalf minder groeit en ook zijn immuunsysteem minder goed ontwikkelt en daardoor weer vatbaarder wordt voor ziektes. We gaan het vandaag hebben over hittestress bij kalveren. Kalveren kunnen over het algemeen heel goed tegen hitte ten opzichte van koeien, omdat het oppervlakte ten opzichte van het lichaamsgewicht van een kalf veel groter is dan bij een koe. Desalniettemin gaat een kalf vanaf 20 graden al meer water verdampen dan dat hij normaal zou doen in de thermoneutrale zone van een kalf. De kalf heeft het liefst een temperatuur van 13 tot max 20 graden. Vanaf 20 graden is het belangrijk dat een kalf voorziening heeft over drinkwater. Bij deze hokken hebben wij drinkwater toegevoegd aan de kalveren, zodat ze zich kunnen koelen wanneer nodig. Vanaf 24 graden is het ook belangrijk dat een kalf schaduw heeft. Dit kan je bijvoorbeeld doen met een kuilkleed die een meter boven de iglo's hangt. Daarnaast is voor de luchtverplaatsing het handig dat de iglo's verder uit elkaar staan. Een centimeter of 30 is hierbij voldoende. Mocht je de iglo's achter elkaar hebben staan, laat dan tussen elke rij 3 meter in. Bij warme temperaturen kan je voor extra luchtcirculatie een klinker onder de achterkant van de iglo plaatsen. Hierdoor komt er via de achterkant meer verse lucht in het hokje. Het kalf gaat bij hittestress meer ademhalingen per minuut doen om zijn warmte kwijt te raken via zijn mond. Daardoor komt er ook heel veel CO2 vrij en ook veel luchtvochtigheid. Hier gaan bacteriën heel erg goed op en door extra lucht via achter in die iglo te brengen, zorg je dat die vuile lucht ook wordt afgevoerd. Wanneer de kalveren binnen gehuisvest zijn, zijn ze beter beschermd tegen instraling van de zon door geïsoleerde dakplaten. Verder is het klimaat een constante. In deze stal maken we gebruik van een overdruksysteem die de verse lucht bij de plek van de kalf brengt. Wat bij hitte nog belangrijk is, is luchtverplaatsing. Ze hebben onderzoek gedaan in Amerika naar het plaatsen van een ventilator in een stal. Dit gaf bij hitteperiodes een betere groei van maar liefst 23% wanneer een ventilator werd geïnstalleerd en de kalven dus hun hitte aan de stromende luchtbeweging kwijtraken. Verder is het ook belangrijk als kalveren langer in het haar staan, deze te scheren. In het wezen is dit het uittrekken van zijn jas. Dat doe je zelf ook in de zomer. Ook is het instrooien met voldoende stroom nodig om een droog lichtbed te creëren, waardoor het kalf zijn warmte ook beter kwijtraakt. Eerste hulp bij hittestress.
wat te doen als een kalf oververhit is. Een oververhit kalf herken je ten eerste aan de ademhaling. Tong is naar buiten en het kalf zit echt zwaar te ademen. Ook kan zijn temperatuur rectaal zijn opgelopen tot koorts. Wat doe je als een kalf oververhit in de zon ligt en je hebt alle andere maatregelen al getroffen, zoals schaduw, drinkwater, etc. Dan pak je een handdoek, die maak je nat en je koelt het kalf op de buik. Dus je draait het kalf wat licht op de buik. Deze wil dat nu niet. Maar dan koel je het kalf bij zijn buik, omdat zijn organen dan het snelst gekoeld worden. Op de rug heeft het geen effect. Samengevat de volgende tips voor hittestress. Naar 20 graden heeft een kalf meer water nodig om zich te kunnen koelen. Naar 24 graden zorg voor schaduw en zorg ervoor dat er meer luchtcirculatie onder de iglo kan plaatsvinden. Bij hogere temperaturen verplaatst de iglo's naar binnen. En bij extreme hitte en een kalf wat oververhit raakt, zorg dat je hem koelt op de buik. Ik hoop dat u wat geleerd heeft. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ja, hartelijk bedankt Lieke. Een mooi filmpje. Natuurlijk ook bedankt de familie van Heugden dat we bij jullie mochten komen kijken. Lieke, ik vond het een goede opsomming. En ik denk water, zo belangrijk hè. Terwijl het nog zo vaak wordt vergeten omdat er wordt gedacht dat melk alleen genoeg is. Maar altijd vers water ernaast. Dankjewel Lieke. En we hebben nog wat tijd voor vragen. Ik had er net nog wat overgeslagen, dus we gaan naar de Q&A sessie. Ik wil iedereen even vragen zijn camera aan te doen. Ja, en de eerste vraag is voor Ger. Ger, jij had het net over aanzuren met de biest. En ik krijg een vraag hier binnen. Aanzuren met wat? Aanzuren van biest kan op verschillende manieren. Je kunt er yoghurt of karnemelk aan toevoegen. 10% kan. Alleen als je heel veel biest wil aanzuren, dan heb je heel veel nodig. Verder zijn er ook wel wat zuren in de handel. Denk aan selkokalf, oralkalf hebben we nou ook. Daar kun je een vloeibare vorm zeg maar, toevoegen. Met de juiste dosering echter wel. Want anders gaat het al stremmen in de emmer. Dat is niet de bedoeling. En dat kun je heel veilig doen. En het heeft echt zijn effect. Okay. Dus die vier varianten zijn er. Ja, dankjewel. Deze ga ik heel even vragen aan Lieke. Heeft het warme weer ook verband met navelontstekingen bij jonge kalveren? Ik zal even mijn microfoon aanzetten. Het warme weer kan zeker een effect hebben op navelontsteking. In de zin dat er meer vliegen zijn en bacteriën ook harder groeien. Dus de infectiedruk is hoger. Nou, als het kalf naveltje niet ontsmet, dan is de kans dus vele malen groter dat ze navelontsteking krijgen ten opzichte van in de winter. Ja, dankjewel, Lieke. Een andere vraag, die vraag ik even aan Ger. Ger, kun je kalver ook nabi geven? Nabiest? Nabi, N-A-B-I. Natrium bicarbonaat. Ja. Oh, okay. Ja. Ja, dat kan wel. Alleen wanneer doe je dat? In de melk normaal gesproken zou ik het niet doen. Dat doe je vaak toch als je diarree hebt en een verzuring plaatsvindt. En dan is ook het advies van de gezondheidsdienst en de dierenarts, hè, de twee dingen doen, uitdrogen voorkomen en verzuring tegengaan. En dan is het zinvol om elektrolytenvariant in combinatie met natriumbicarbonaat aan het water toe te voegen en dat te verstrekken. Oké, okay. Dankjewel ja. Ger. Henk, ik heb voor jou helaas nog geen vraag, dus maar blijf er vooral wel even bij, hè. Lieke, even een hittestressvraag voor jou. Wat kun je het beste doen als de kalveren bezweet zijn op een warme dag? Nou, zoals in het filmpje ook al benoemd werd, hè? Als een kalf bezweet is en hij zou lang in het haar staan, zorg dat je het haarkleed dat ook scheert. Daarnaast kan je ervoor zorgen dat je een ventilator neerzet, waardoor dat er luchtstroming komt. En daarmee kan hij de warmte kwijt. Maar zorg zeker in eerste instantie voor water. De rest kan later. Oké, dank je Lieke. Dit is eigenlijk wel een goede opmerking, ook voor jou Lieke. Maar als de iglo goed is gestrooid, heb je aan de onderkant natuurlijk niet veel ventilatie meer. Ja, dat klopt. Zeker als je een heel dik strobed hebt. Maar ik heb liever dat het strobed dik en droog is, dan dat je een natte
ondergrond hebt en er komt heel veel verse lucht. Maar doordat je een opgeklopt lichtbed hebt, kan er evengoed wat verse lucht tussen het stro doorkomen. Ingrid is dat ontmoet. Man, oh man. Ja. Gerf, even eentje voor jou. Wat kun je het beste doen aan vliegen in een iglo? Vliegen in een iglo? Zorg toch voor ventilatie, zou ik zeggen. Want daar houden vliegen zich niet graag in op. Ja. En ten tweede, altijd verstro. Want dat is natuurlijk de ideale voedingsbodem voor vliegen. Is natuurlijk een nat lichtbed en misschien wel restanten van mest en vooral ook melk. Ja, en verder kun je de kalver eventueel behandelen, hè, met een antivliegenmiddeltje. Of wat er ook allemaal in de handel is. Maar vooral zorgen voor ventilatie en een droog strobed, wat Lieke net ook aangaf. En de voedingsbodem voor vliegen weghalen. Oké, okay. Ja, dankjewel. Nog eentje voor Ger. Als een kalf geen poedermelk wil, kan ik dan poedermelk mengen met koemelk, dat de kalf dan wel drinkt? Kan natuurlijk. Het is alleen een beetje opletten natuurlijk. Als je koemelk hebt en melkpoeder, dan ga je wel verschillende ingrediënten verstrekken op basis van vetgehalte. Hè. Variatie in volle melk is ook vaak wat groter, maar ook de variatie in temperatuur kan duidelijk verschillen. Dus je gaat wel iedere keer heerlijk, redelijk divers de melk zeg maar verstrekken aan de kalf. En of dat positieve invloed heeft op het drinkgedrag, dat is altijd de vraag natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Heb je vaker aan de hand gehad dat, dat een kalf geen poedermelk wil drinken? En wat heb je dan gedaan? Ja, dat kan wel een keer gebeuren. Maar dat is twee dingen natuurlijk. Volle melk is natuurlijk qua pH wat hoger, wat zoeter. Ja, kleine kindjes en kleine kalfjes, hè, die hebben liever zoetigheid. Dat snap ik nog wel. Anderzijds moet je kijken als je bies verstrekt en overschakelt op een melkpoeier, bijvoorbeeld met een lager pH, een aangezuurd product. En dan ga je van 7,2 naar, ik noem wat, naar 5,4. Ja, dan ga je van halfvolle melk naar yoghurt of karnemelk. Dat is heel lastig om dat zeg maar te laten accepteren bij een kalf. Dan moet je zorgen dat je het liefst zo snel mogelijk na de biesperiode op die aangezuurde melk gaat. Ja. En eventueel de laatste voeding bies mengen met 50-50 met melkpoeder. Ja, oké. Okay. Dank je. Lieke, even eentje voor jou. Mag je verschillende biest mengen? En van verschillende biest is van verschillende koeien, bedoelt deze vraagsteller. Oké, van verschillende koeien. Daarbij is het wel allerbelangrijkste wat jouw gezondheidsstatus bedrijf. Is jouw gezondheidsstatus van allerlei kiemen vrij, dus ook geen mycoplasma en dergelijke, dan zou ik zeggen dat het veilig kan om binnen koeien van je eigen bedrijf biest te mengen. Puur om een stukje biestkwaliteit recht te trekken. Voorkeur gaat natuurlijk een biest naar eigen moeder. Het mag, maar de gezondheidsstatus moet toelaten. Ja, dankjewel. Duidelijk antwoord, Lieke. Dank je. Ger, vraag voor jou. Wat vindt u van de kalveren drenchen? Dus de drenchen met de biest? Nee, zo'n methode heb ik nog niet benoemd. Dat is altijd de vraag, is het ethisch verantwoord of niet? Dus we moeten daar heel voorzichtig mee zijn met dat advies. Toch zeg ik inderdaad, als een kalf na 5-6 uur helemaal niet wil drinken, dan toch maar sonderen, is altijd beter als geen biest. Maar doe dat wel op een hele goede manier. Hè. Dat betekent heel met heel veel gevoel. En zorg dat die pipet wat in het kalf gaat, dat die en heel goed schoon is, maar vooral ook van tevoren in de biest dompelt, of met wat glijmiddel, dat die heel... Nee, goed, zeg maar via de slokdarm naar binnen gaat. En anders als hij koud en stug is, dan is het, gaat de kalf zich verkrampen en dan gaat het zeer doen en dan ga je de slokdarm beschadigen. Dus mits het goed uitgevoerd wordt en dan is er anders geen mogelijkheid om biest erin te krijgen, zeker doen. Altijd beter als geen biest. Oké, dankjewel Ger. Lieke, nog een vraag voor jou. Is het soms eigenlijk niet te heet in de iglo met dit weer? En dat vind ik zelf een goede vraag. Nou, dat is zeker zijn naar situaties waarbij iglo's te heet zijn. Nou, wij komen onderweg situaties tegen waar kalveren in IBC staan. Nou, kan je je voorstellen, vorig jaar ben ik met de thermometer rondgegaan in de hitteperiode. Het wordt daar 60 tot 80 graden. Daar zit je gewoon echt een kalf niet op te wachten. Daarbij is wel belangrijk, kwaliteit van jouw iglo is daarbij heel belangrijk. Plastic moet UV afwerend zijn. En de kwaliteit van iglo's maakt hoe lang deze buiten kan laten staan. Maar inderdaad ook, hij vanaf
26, 28 graden. Zet ze even binnen neer of in de schaduw. Zorg dat ze niet in de volle zon blijven staan. Want dat gaat niet goed. Ja. Oké, Lieke, dank je. Ger, dit is een interessante voor jou. Als je gezondheidsstatus het inderdaad toelaat, is het dan ook beter om van verschillende koeien tegelijkertijd biest aan één kalf te verstrekken? Want ik kan me voorstellen dat verschillende koeien ook verschillende afweerstoffen in de biest hebben. Nou, in de algemeenheid adviseren wij dat niet. En waarom? Moeder op dochter heeft altijd zijn eigen identiteit, zijn eigen cultuur, zeg maar. En daar geef je de maximale bescherming mee. Het kan natuurlijk wel, als je te weinig hebt, is dat zeker te adviseren. De tweede is natuurlijk zo, wat Lieke terecht straks zei, zorg inderdaad dat je gezondheidsstatus op orde is. Maar als je mogelijk belast bent, ik noem maar wat, met para, en dan ga je het versnijden en dan weet je niet waar je uitkomt. Hè? En je weet niet precies vaak welke koeien het individueel hebben. En dan draag je het wel op die manier over aan kalveren. Dus ja, het is altijd beter als te weinig of geen bies. Maar de voorkeur gaat toch van moeder op dochter of op eigen kalf. Ja. Ja. Dankjewel, Ger. We zijn aangekomen bij de laatste vragen. Ik heb nog een vraag voor Henk, gelukkig. Henk, wat kun je doen om het voeropname op peil te laten? Ja, Ingrid, dat is een hele goede vraag, zeker voor deze tijd. Nou goed, wat kun je doen? Wat ik in mijn verhaal ook aangaf, zorg in ieder geval dat je de kwaliteit van het voer, hè, dus broeivrij, dat je iedere dag schoon het fris voer aanbiedt aan de koeien, dat het ook toegankelijk is. Maar het houdt niet alleen bij het voeren op, ook de omstandigheden, zorg voor ventilatie, dat koeien zich happy voelen in de omgeving. Hè, dat ze dus ook met graag in ieder geval naar het voer komen. Dus toegankelijkheid en omstandigheden, broeivrij, smakelijk, iedere dag vers. Nou, hou dat in ieder geval zeker als lijn aan. Dat je daar iedere dag de goede zorg voor hebt. Ja, dankjewel Henk voor het goede antwoord. Helder. Ga ik nu nog twee vragen stellen. Dit zijn de laatste twee vragen. Eentje aan Ger. Wat als de brikswaarde van de moederkoe slechts 15 is en er in de diepvries biest van briks 28 ligt? En ik kan me zo voorstellen dat dan hierbij de vraag is, wat kies je? Ja. Dus... Ja, van mijn gevoel is die keus dan niet zo moeilijk. Dan zou ik de biest uit de diepvries halen. Want 15, dat is eigenlijk geen biest. En je geeft nauwelijks IgG mee. En daar doe je het kalf geen plezier mee. Plus je geeft geen bescherming mee. Daar zou ik echt inderdaad kiezen voor de biest uit de diepvries halen. Dan maar iets later opwarmen op de correcte manier. En zo snel mogelijk verstrekken. Duidelijk antwoord, Ger. Dankjewel. En de laatste vraag is eigenlijk voor Henk. Henk, op dit moment hebben we een aantal kalveren die geen zuigreflex hebben. En vitamine E... selen gespoten krijgen. Is het een idee om dit in het droogstandrantsoen toe te voegen? Nou, ik zou de vraagsteller zeker adviseren om toch eens kritisch dan te kijken samen met uw adviseur om hoe zit het met het droogstandrantsoen eruit. Het is absoluut wel zo dat je met name ook vitamine E en selen. Vitamine E is vooral ook om de weerstand, maar ook om de kwaliteit van de biest en de IG's inhoud. Dat kun je maar één keer goed meegeven en dat is gewoon tijdens die droogstand. Dus ja, het is wel zeker van wezenlijk belang, ik heb het ook in mijn verhaal ook aangehaald, dat je de waarden, dat die voorzieningen dus wel op orde zijn. Want je geeft absoluut het kalf extra steuntje mee. Vanaf geboorte en ook in de biest. Oké, dankjewel Henk, duidelijk. Dan zijn wij, het is 9:00, ik wil het ook niet langer maken, dan zijn wij bij het einde gekomen van deze webinar. Vragen die we nog niet hebben beantwoord, zullen we nog beantwoorden via de mail. Heeft u zelf nog vragen omtrent de risico's op hittestress bij uw bedrijf of hoe de transitie goed uit te voeren? Neem dan contact op via info@kalvlak.nl. Dat kunt u ook zien op de volgende slide. Of vraag een gratis jongveescan aan via kalvlak.nl/jongveescan. Hartelijk bedankt allemaal sprekers. Lieke, Ger, Henk, hartelijk bedankt. Verder wil ik aan het publiek nog zeggen dat er aan het einde van deze webinar, als die gesloten wordt, automatisch een enquête naar boven komt. En we willen u vragen of u deze wilt invullen om ons te helpen onze webinars te verbeteren.
Rest mij niets anders dan u nog een hele prettige avond te wensen. Bedankt. Tot ziens. Dankjewel. Tot ziens. Bedankt.